ABO-parlementariër Obed Kanapé ziet graag dat de regering het openbaar vervoer meer prioriteit geeft. De huidige situatie bij het openbaar vervoer bemoeilijkt de bestaanszekerheid van burgers die afhankelijk zijn van deze dienst. Het openbaar vervoer is volgens de ABOP'er niet dusdanig georganiseerd, terwijl er veel mogelijkheden zijn in deze digitale tijd. Hoe prioriteert de regering transport? En niet alleen over land, maar ook als het gaat om luchtverkeer. Als we naar de vliegvelden kijken in het binnenland, ik weet niet wanneer een vliegtuig moet gaan landen. Eigenlijk bijna de Mayonse coupressief landen. Want onderhoud is dusdanig slecht dat mensen noodgedwongen zijn om die banen te sluiten. En die Surinamers willen ook naar Paramaribo of willen ook andere delen van het land bereiken. En sommige delen, sommige van de dorpen zelfs, als we bijvoorbeeld kijken naar Kwamala Zamutu en anderen, moeten met de vliegtuig naar Paramaribo of elders. Wat zijn onze prioriteiten als het gaat om onze luchtverkeer? NDP-parlementariër Ansadi vroeg ook aandacht voor het openbaar vervoer en zegt dat de situatie van de boothouders bij deze dienst een tijdbom is. Haar collega Melvin Bouva vindt dat er een duidelijker beleid moet komen waarbij transparantie niet mag ontbreken. Want het is alleen maar bij belofte gebleven voor alle gesprekken, voor alle acties die zijn gevoerd. Dus ik wil dat toch even meegeven. Dank u. Voorzitter. We horen dat van TCT. En laat maar zeggen, over transparantie van bestuur gaan we parlementen na vandaag ook nog blijven praten. Maar ik moet niet bij praten blijven, voorzitter. Wanneer de spreker zegt, het is een andere regering dan 10 jaar geleden, moet ik het eens zijn. Maar ik moet het ook oneens zijn wanneer de spreker daar niets tegenover zegt of doet. Ja, de ABAP was ook toevallig 10 jaar geleden in de coalitie. Maar er zijn wel maatregelen getroffen wanneer er werd gesproken over allerlei spookbussen en boten die reden. Maar wat doet u nu? Waar hebt u het concreet over? Over welke routes, welke toppers van de partij, welke maatregelen hebt u getroffen? Hebt u met de president gesproken? Hebt u met de vicepresident gesproken? Want praten, voorzitter, gaat ons niet helpen om transparantie te brengen. U moet handelen. Handelt u.